Mijn naam is Erik Luiten. Wat is uw functie vandaag? Nou, vandaag, net als iedere dag, ben ik melkveehouder. Alleen vandaag hebben we wat extra heel veel aandacht voor de problemen waar we ondertussen in gedrukt worden. En dat begint ons de keel uit te komen. Dus nu wat keer tijd dat we ons laten horen. En dat gaan we doen met de trekkers vandaag op pad naar Den Haag. Wie zou hier bij de Hofnaar in Aalten? Hier zou er inmiddels 3. Maar dat zal niet alle trekkers zijn die vanuit de Achterhoek richting Den Haag gaan. Nee, zeker niet. Dit is een van de vertrekpunten. We gaan hier om 1:30 weg. En dan verzamelen we ons bij de Radstaken. Vastveld voor ieder wel bekend. En daar wordt de groep al snel groter. En bij Arnhem, dan zitten we al op waarschijnlijk boven de 100. En dan gaat het richting Utrecht. En vanuit Utrecht naar Den Haag. Nee, dat wordt een enorm lange kolonne. Nou, gaan jullie je door demonstreren? Wat denken jullie door te bereiken vandaag? Op zijn minst aandacht voor de situatie waar de agrarische sector zich ondertussen in begeeft. Het continu maar in de hoek gezet worden als de milieuvervuilers, de diermishandelaars. Terwijl er nou één sector is die juist afhankelijk is van de dieren en juist afhankelijk is van die natuur, is het wel landbouw. En dat je dan telkens maar weer terugkrijgt, elke keer weer terugkaatst wat er niet goed is en nog weer nieuwe regels. En dan de druppel die hem deed overlopen was het idee om de hele veestap om even te halveren. Ja, dan vraag je echt af, zijn de mensen in Den Haag nog wel goed bij hun hoofd en hebben ze alles nog wel op een rijtje. En wordt het tijd om een nuchter boerenverstand maar eens keer naar Den Haag toe te brengen. Dus jullie als boeren worden echt aan regeltjes gebonden wie tijd een beetje een overboren zijn? Nou ja, de regels volgen elkaar nogal snel op. En er zitten inderdaad heel veel regels bij die een normale boer totaal niet nodig heeft. Dat je op een gegeven moment moet gezegd worden op welke datum hij met de kalender zou moeten gaan boeren. Zo werkt het niet. De boer is van de natuur. En als de natuur er nog niet aan toe is, is de natuur er nog niet aan toe. Dat begint zwaar te irriteren. Nou ja, en dan de hele discussie over de stikstof. Hè, alsof dat wederom door de boeren komt. Er is maar één sector die kringloop kent en dat is de landbouw. Die haalt die stikstof uit de lucht. Daar wordt mooie planten groeien ervan. Alles groeit en bloeit ervan. En dat gaat volgens weer door de koe heen. Die gaat daar hele mooie producten van maken. En uiteraard ook mest. Maar dat is weer nodig om die planten weer te laten groeien. Eigenlijk is het gewoon les 1. Voortgezet onderwijs. Fotosynthese. Haal die erbij. En je weet dat de landbouw het gewoon perfect doet. Dus de landbouw is niet zozeer het probleem. Maar de landbouw kan juist de oplossing bieden. En het meest frustrerende denk ik wel. Dat dan ook nu gezocht wordt in de oplossing. Dan maar minder koeien. Nog minder koeien. Vergis je niet, in 1980 waren er nog 2,5 miljoen koeien in Nederland, nu nog maar 1,6 miljoen. Dus dat is al redelijk richting een halvering. Als alle sectoren net zoveel doen als de landbouw heeft gedaan in de afgelopen 20 jaar, dus een reductie van 60% op het gebied van stikstof. Nou ja, dan als het de rest ook zover is, dan mogen ze zich melden en doet de landbouw ook weer mee. Op dit moment zeggen we, een keer is het genoeg. Hoeveel boeren doen er met vanuit de Achterhoek? Nou, daar hebben we niet exact een beeld van. We hebben een WhatsApp-groep, zo gaat het tegenwoordig. En daar, elke minuut nu komen daar nog mensen bij. Dus het gaat echt heel snel. Het zou me niet verbazen dat de 100 overstijgt. Jullie worden van hieruit vanaf Vuurhalden, dan gaan jullie naar de Radstaken. En vandoor gaan jullie naar Arnhem toe. Daar zat toch een behoorlijk stoet met trekkers of zo. Dat denk ik wel zeker. Ik denk dat het imponerend zal zijn. Het zal ook ongetwijfeld overlast geven. Daar zijn we ons van bewust. Maar het gaat ons uiteraard niet om dat overlast. We willen dat proberen op een nette manier te doen. Dus met zo min mogelijk overlast. Maar ja, uitsluiten valt het niet. De weersomstandigheden werken in die zin ook niet mee. Maar ondanks dat, we willen echt aandacht voor de positie waar de landbouw zich nu in begeeft. En dat daar gewoon echt respect voor is. Nou, gaan jullie daar kunnen de rest zaken. Hebben jullie enig idee hoe laat jullie morgen in Den Haag aankomen? Nou, het streven is tussen 9 en 11 uur. En dat hopen te halen, alhoewel ook wel snappen dat het naarmate dat je dichter bij Den Haag komt, dat de opstopping groter zal zijn. Het begon ook al met dat er maar 5 tractoren op het Malieveld zouden mogen. Nou ja, werkbaar te belachelijk voor woorden. Nu is dat opgerekt naar 75. Eigenlijk vind ik het nog te weinig. We gaan het zien als we die kant op gaan. We willen in ieder geval bij zijn. Het officiële programma is, dacht ik, van 1 tot 3:30. Nou, dat moet lukken, denk ik, om daar bij te kunnen zijn. En dan kijken hoe de terugweg, want dat wordt natuurlijk ook wel interessant, want dan zit je echt meer in de spits. We spraken even met de politie, die was ook even hier om te kijken van hoe gaat het hier. Die vroeg ze ook af van ja, snelweg wel of niet. Met elkaar over gehad, onder begeleiding, zou het wel eens beter kunnen zijn dat je gewoon in een kolonne op de snelweg rijdt, dan dat je over al die provinciale wegen rijdt met alle stoplichten en alle obstakels van dien. We wachten af. Wij zijn in ieder geval bereid om ons signaal af te gaan geven en dan vindt het ook hoog tijd dat het een keer gebeurt.
Maar begrijp ik dan goed dat jullie daar ook de A18 op duiken of gaan jullie echt binnen deur nog? Nee, we zullen het eerste stuk binnen door gaan doen. Maar goed, kijk, als er aanleiding toe is en we zeggen met elkaar, maar het is toch verstandiger om die snelweg te pakken, dan gaan we snelweg op. En ergens denk ik ook nog dat het het veiligste is. Ik wens jullie heel veel sterkte morgen in Den Haag en hoop dat je gehoor krijgt bij de Hoge Heer. Dankjewel, we gaan ons best doen en fijn dat je even aandacht hebt willen besteden. Graag gedaan. Dankjewel. Doei. Ja, dat is zo. Dat is niet bij overigens.